Hij is bijna dood. Hij moet dood zijn. Hij moet dood. Oh my god. Hij was de laatste over. Hey kijkers, maken al de Sturms. Leuk dat jullie allemaal kijken naar een nieuwe Skywars Challenge. En vandaag in de challenge mogen we niks eten en mogen we niks drinken. Nou, dat gaat één groot feest worden misschien, zoals je wel weet. Dus golden apples en al die andere meuken hebben we niks aan. We hebben alleen maar wat aan wapens. Wapens en bouwblokken. Zonder bouwblokken zijn we nergens en zonder een wapen kunnen we drie keer niks. Dus wat houdt dat in? We moeten snel spelen. We moeten zorgen dat we onze tegenstander snel te pakken zien te krijgen. Zoals hier. Hallo. En dan gaan we weer omhoog. En dan gaan we vier kijken. Want deze zal hier ook wel zo heen komen, denk ik. Kijk, hij is wel stiekem aan het bouwen. Meneer Dak. Ga dood, meneer Eend. Doei. Oké. Kijk, dit gaat lekker. We moeten gewoon zo snel mogelijk en zoveel mogelijk kills zien te maken. Hebben we dat gedaan, dan kunnen we ze heel snel killen. We hebben in ieder geval bijna full diamond. Dat is nice. We hebben golden apples, maar die mogen we niet gebruiken. Dus we moeten zien te zorgen dat we niet hele gekke dingen doen zoals rennen en zo. Want anders hebben we geen eten. En zonder eten houdt in dat we niet kunnen killen. En we moeten ook gewoon zo min mogelijk damage zien te krijgen. Oeh, hij mist alles. Lol. You're a noob, man. Lol, hij heeft een wooden sword. Op zout. Hier, zie je? Oh my god, ik raak hem vet vaak. Waarom gaat hij niet dood? Waarom gaat hij niet dood? Zag je hoe vaak ik hem raakte? Oh my god. Oké, we moeten dus, zoals jullie weten nu, zo snel mogelijk een potje doorheen zien te lopen. Wat we nu hebben gedaan, want dat deden we best snel. Even kijken waar we ook alweer begonnen. Ik ben mijn eiland kwijt. Nou, we gingen dit keer best wel snel door de map. We moeten dus mogen niet eten en moeten zo snel mogelijk alle kills maken zodat we kunnen winnen. Oké, volgende potje. Oké, Pirates. Kan een hele snelle map zijn waar je heel snel doorheen kan rennen. Dus dat was de reden waarom ik voor Pirates heb gekozen. Alleen het kan ook heel erg hard tegenwerken. Lastig. Oké, we hebben in ieder geval flink wat armor. Daar kunnen we wat mee. Oké, we hebben deze Diamond Shoes. Oké, hij let niet op. Dit wordt onze eerste kill. Enige nadeel is dat hij kan springen en ik niet. Dacht ik al. Oh my god, kijk dan. Oh, ik wou net zeggen. Waarom is hij niet dood? Oké, dat is één. Oh shit, ik wou hem nog proberen dood te schieten, maar dan kwam iemand in mijn rug. Even kijken, waar was die? Oh, hij is direct naar mij ook toegebouwd. Ja hoor. Oké, volgende potje. Woe! Oh yes, eindelijk. Wat armor. Daar ben ik wel blij mee. Laten we deze challenge dan wel gewoon hopelijk proberen te winnen. Anders hebben we een probleem. We hebben een goede chestplate. We hebben genoeg bouwblokken. We hebben alleen geen bow. We hebben wel heel veel arrows, maar geen bow. Hoe gaan we dit oplossen? Naar welke buurman? Oh, deze buurman staat in de fik. Wat is die buurman aan het doen? Die let niet op. Oké, nice. Nou, die let wel op. Maar hij staat goed in de fik. Oh my god. Grote jongen. Hè? Grote jongen. Auw. Val ik ook nog zelf naar beneden? Dan ben ik ook een dommerik. Oh, ga uit. Ik hoef niet meer pijn hoor, meneer. Hou je lekker bij je. Ah, kijk, nu is het kloten. Hij heeft mij veel te veel geraakt. Zie je? Ik mis nu anderhalf voet. Ik heb nog maar twee hartjes al kwijt. Ik kan helemaal niks hier tegen beginnen. Ja, en dan proberen lief te doen, hè? No way. Echt niet. No way. Je gaat er gewoon keihard aan. Oh my god, je bent zo'n grote jongen. Moet je kijken, ik ben gewoon 3,5 hartje al kwijt. Wat de hel? Ik stond achter een boom. Hoe kan je me raken, dude? Fuck off. Oh my god. Dit is echt een hopeloos spel soms. Damn it. Ik kan gewoon niet tegen mijn verlies. En al helemaal niet als hij echt door een boompje en op zijn eilandje blijft staan met pijlenboogje. Oké. We hebben een zwaard. Ik ben vergeten natuurlijk mijn kit weer te selecteren. En we hebben pijlenboog. Dus we zouden de tactiek van de vorige wedstrijd zouden we toe kunnen passen. Van de vorige match. Alleen nee, zo zijn we niet. We gaan gewoon zo snel mogelijk naar een van de buurmannen toe. En gaan we proberen hem te killen. Go. Goed zo, dat is nummer 1. Oké, kijk of hij me niet ziet. Wat gaat hij doen? Zo, oké, dat is nummer 2. Nice. Zo doen we dat. Alleen, we moeten even snel regenen. We hebben nog niks gegeten, dus we doen het goed. Alleen, we moeten proberen wat betere armor te krijgen. Go. Sorry, het spijt me heel erg. Die, donkey. Sorry. Oh, dit gaat goed. We hebben al 3 kills te pakken, mensen. Hopelijk wordt dit ons potje. Wat moet ik nog hebben? Ik moet nog broekje, schoentjes. Oké, laat ons alsjeblieft hier komen. We hebben geen regeneration nu meer. Ik herhaal, we hebben geen regeneration. Oh my god, hoe is die dude daar gekomen? Hoe is die dude daar gekomen in vredesnaam?
Die. Oké, mooi, mooi, mooi. Perfect. Dit gaat goed. Oh nee, is dat een team? Oh nee, gelukkig niet. Oh, anders was ik zo screwed. Oké, laat me kijken hoe we dit gaan oplossen. We hebben een lava bucket. We hebben een sterk zwaard. Er zijn nog 4 spelers over. Niemand komt in mijn rug, zo te zien. Maar ik kan wel in hun rug komen. Oh, ik ben echt zo verpest. Als iemand in mijn rug nu komt. Oh my... Oké, bouwen, bouwen. Niet eraan denken. Niet eraan denken, gewoon gaan. Oké, gewoon gaan. Nice, je bent er. We zitten daar met z'n tweeën te vechten. Ze houdt in dat eentje bijna dood is. Alleen mijn regeneration is bijna afgelopen. Dus daar heb ik een probleem mee. Ja. Hij is bijna dood. Hij moet dood zijn. Hij moet dood. Oh my god, hij was de laatste over. Hoe kan ik zo stom zijn om er meteen in te springen? Oké, we gaan het nog 1 laatste keer proberen. Oké, kom maar op. Ik ben natuurlijk weer vergeten natuurlijk mijn goede kit te selecteren. Maar dat maakt niet uit. En we hebben geen wapen. Ook, dat klinkt als een plan. Dat gaat klinken als een heel succesvol plan. We hebben alleen een wooden sword. Oké, doei. Dat was dom. Oké, kijk of we zijn spullen kunnen pakken. Oké, nice. Hoe komen we nu omhoog? Hallo? Oh nee! Dit was zo te verwachten. Oké, we gaan nog 1 potje doen. Nou, de map Castle. Dit moet dan hopelijk goed worden. Hopelijk mag ik dan eindelijk een keer winnen. We hebben een bow, we hebben een chestplate, we hebben een helm. Dus we hebben best wel van alles wat. En we hebben een houtblok wat in de weg staat. Kst. Zo. Oh. Nou, we hebben niet echt veel goede shizzle of zo. Dat is wel jammer. Maar we hebben in ieder geval spul waar we ons mee kunnen beschermen. Alleen, nu is het volgende probleem. Zo snel mogelijk bij je buurman zien te komen. Sorry, het spijt me heel erg. Ik vind je heel aardig, maar ik ga met niemand vriendjes meer worden. In deze hele freaking game nooit meer ben ik bang. Of jullie moeten de challenge achterlaten. We zeggen van, Vincent, je moet met hem FM vriendjes worden. Ja, ik spijt me. Ik wou ook wel met je teamen, maar ik ben zo vaak verpest in het teamen. Dat teamen voor mij er bijna niet meer in zit. Hij heeft dus half huis afgebroken. Ziet er goed uit. Heeft hij geen verdediging meer. What the hell? Ik word hier gewoon gebeat met een... Wat voor zwaard had hij? Laat zien, wat voor zwaard had hij? Had hij nou... Het zag er nou uit dat hij eerst een wooden sword had, maar... Oké, ik wil winnen. Ik ga nog echt 1 potje proberen. Oké, we hebben OP gekregen. Dat houdt me 1 ding in. Dat is een punchbow pakken, pijlen en dan gewoon dit gaan doen. Beweeg, doei. Oké, ik hoop dat we deze challenge dan wel gaan winnen uiteindelijk. Maar ik kan niks beloven. Oh, wacht even. Daar zie ik nog een target. Hop. Lol. Oké, ik dacht dat die wel raak waren, maar blijkbaar niet. Oeh, we hebben een enderpearl. Dat betekent altijd 1 goed, perfect ding. Dat houdt in dat we vrij zijn om naar het midden te gaan. Alleen moeten we even kijken dat... Ah, er is al iemand op het midden. Shit. Oké, dit is dus altijd het kloten van OP. Ik word geraakt. 3, 2, 1. Of niet? Oh nee, nice. Nice. Ik heb zo'n mazzel. Ik heb echt zo'n mazzel. Ze zitten met z'n tweeën daar onderin. De pussies. Geen grap. Ze zitten echt met z'n tweeën daar onderin. Oh my god. Hoe moet ik dit ooit winnen? Oké, eentje komt naar buiten. Zo. Doei. Doei. Hè? Dat krijg je ervan, jongen. Hop. Doei. Doei. Dat is nummer 4. Dat is nummer 4. Oké. We hebben 4 dood. Alleen nu moeten we gaan kijken hoe we naar de volgende eilandjes komen. We moeten risico... Oeh, oh shit, ik had mijn shift even niet in. Oh, dat heb ik nooit. Oké, nu moeten we zien te kijken hoe we snel naar het andere eilandje komen. We hebben in ieder geval een enderpearl, dus we kunnen weg als we vastzitten op een eilandje. Maar dat moet natuurlijk niet de oplossing zijn. Oké, hij kijkt niet, hij kijkt niet. We gaan gewoon. Gewoon gaan, niet bang zijn. Oh my god, wel bang zijn. Shit, hij had dus wel een pijlenboog. Oké, mensen, ik hoop dat jullie voor mij een challenge achterlaten in de reacties die ik wel kan doen aan de volgende keer. Vond je het leuk? Vergeet niet op het duimpje omhoog te drukken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal, This Terms. Ik vond deze challenge op zich best wel leuk om te doen, maar is best pittig lastig, want je gaat op andere dingen letten, terwijl het niet nodig is. Dus, ja, eigenlijk mag je niet eten, maar je let toch wel op je foodbar en dan ben je toch automatisch met andere dingen bezig. En je mag geen golden apples nemen voordat je in een gevecht gaat, dus dat is ook balen ook. Laten we meer dan 2000 likes halen, zo super awesome. En zie ik jullie volgende keer, mensen. En ciao! Yo!